Ik heb vorig jaar een aantal herseninfarcten gehad. Ik ben van de trap gevallen en kon dus niets meer bewegen. En toen ik uiteindelijk weer me met de rolstoel zelf kon redden, ben ik vanuit de revalidatie overgegaan naar de Leemgaarde. En zo ben ik de dames van Carijn tegengekomen die hier de thuiszorg verzorgen. Ja, wij zijn vanuit het preventieve actieteam eigenlijk betrokken geraakt bij team, samen met team West Voorne. En samen gekeken hebben naar hoe we u meer zelf kunnen laten de steunkous aan kunnen laten trekken. Want dat was vanuit u de wens die u volgens mij heel erg had. De steunkousen beperken je nogal in je mogelijkheden om naar buiten te gaan. Want je bent afhankelijk van wanneer de thuiszorg in de gelegenheid is ze te komen aantrekken, zeker ze te komen uittrekken. Ik heb ook Parkinson en daardoor kan ik helaas niet goed meer met druk omgaan. Niet in mijn hoofd, dat gaat allemaal prima. Maar mijn lijf zegt dan gewoon, doe niet meer mee. En ja, dan kan ik net zo hard trekken aan de steunkous als ik wil, maar ik krijg ze niet aan. Ik heb in mijn eigen wijkteam heb ik ook iemand met Parkinson die het ook toch zelfstandig doet. En ik zag haar zo gemotiveerd om het zelf te kunnen. Omdat ze natuurlijk graag de eigen regie wil hebben. En dan denk ik, ja, dan moet dat gewoon kunnen. Ja, en voor ons is het ook een uitdaging geweest om u eigenlijk goed te kunnen helpen. Want vanuit de wijk, wij zijn heel erg gericht om toch snel te helpen, zorg te verlenen. Ja. Maar bij u hebben we eigenlijk met de handen op de rug veel toe zitten kijken. En u laten tobben eigenlijk. Ja. Dus ze zag niet wat de handeling was. En ze voelde alleen maar dat het heel erg zwaar ging om dat te trekken. Ze wilden wel graag helpen, maar ze hadden de opdracht om mee te laten tobben. Dus het kostte hen ook kracht, want ze zaten bij wijze van spreken op hun handen. Ja. Om te voorkomen dat ze me zouden helpen. Maar voor mij was het heel irritant dat er twee mensen zaten die mijn kousen waarschijnlijk in 5 minuten aan hadden. En ik anderhalf uur zat te tobben. Ja. Dus van weerszijde was dat gewoon heel vervelend. Ja, en toen dacht ik van nou, nou is het klaar. Ik moet dat kunnen. Toen ben ik gaan helpen en haar... Ja, met mijn handen eigenlijk meebewegen met de beweging die ze moest maken. En toen ging het wel een stuk makkelijker. Toen heb ik de collega's een filmpje laten maken. En het haar ook zo proberen te helpen. Ja, en we hebben daar uit dat proces heel veel geleerd ook, ook voor ons. Want uiteindelijk bleek dat het, heeft u het zelf voor elkaar gekregen. En dat lukte eigenlijk op de momenten dat we niet met z'n tweeën waren. Want wij kwamen eigenlijk met een medewerker vanuit de wijk en een medewerker vanuit het pad. En dat bleek uiteindelijk toch iets te veel te zijn, waardoor u toch de druk voelde. Ja, dan kan ik het in mijn eentje doen, zonder toezicht. En dan kan ik het eventueel ook wegsmijten als het niet lukt. En dan daarna weer pakken. Maar dat is mijn ervaring geweest. Een van de laatste keren dat ik bij u was geweest, dacht ik van ja, ik weet niet of we hier nog mee door moeten gaan. En eigenlijk toen we net op gingen geven, en sommige mensen hadden het al lang opgegeven, hebben we toch doorgezet. Ja, en dat is uiteindelijk, denk ik, nu de winst die u behaald heeft. Het is een kwestie van doorzetten. Nou, ik denk dat dat is ook echt wat u heeft laten zien. Doorzetten. Echt doorzetten. Ja, dat laat me niet echt... heel gauw als zelf slaan. Nou, is heel knap. Echt heel knap. Verder de inzet van de mensen van Carijn zeer waardeerd. Dat heb ik steeds gezegd. Dat is absoluut zo. En ik ben blij dat het gelukt is. En toch doorgezet hebben met elkaar. Als ik dan zie dat mevrouw het Lam ook trots is dat ze het zelf kan, dat geeft haar ook een boost in haar zelfvertrouwen en haar doorgang in het leven natuurlijk. Nou, dat is geweldig.